afgelopen jaar bent u begonnen met het installeren van zogenaamd slimme stoplichten. Daar is vertraging in opgetreden, klopt dat? Dat klopt. Maar die vertraging wordt inmiddels hard weggewerkt. En voor het einde van het jaar zijn, als het goed is, alle stoplichten omgebouwd tot slimme stoplichten. Wat was de oorzaak of de reden van die vertraging? Ja, die was technisch van aard. Om die stoplichten aan te passen zijn er aanpassingen in de software nodig. We hadden daar twee leveranciers bij. En uiteindelijk heeft één leverancier nu de hele klus onder zich genomen om het soepel uit te rollen. Er zijn inmiddels twee kruispunten voorzien. Om hoeveel kruispunten gaat het in totaal en wanneer zijn ze klaar? Volgens mij gaat het om zo'n 28 kruispunten in zijn totaliteit. Aan de westkant van de ring en aan de oostkant van de ring. En voor het einde van het jaar hebben we het concept van slimme stoplichten. Door aanpassingen te doen in die stoplichten en in de software die erachter zit, hebben we dat uitgerold. Wat zijn de voordelen ervan? De voordelen zitten in een snellere doorstroming van het verkeer. We maken de stoplichten ook meteen toekomstbestendig. Dus dat betekent dat wij de interactie ook met verkeer waar inmiddels al wifi in zit. We hebben auto's die in ieder geval ook op het internet zijn aangesloten, aangekoppeld. Die verbindingen proberen wij ook met de stoplichten op den duur te doen. Zodat je goed kunt monitoren waar ontstaat nou wanneer pieken in de verkeersbelasting en hoe kun je de doorstroming beter doen. Want dat is beter voor het milieu. He, als een vrachtwagen af moet remmen en daarna weer optrekt, dan komt er heel veel uitstoot bij vrij. En door het juist op elkaar af te stemmen van alle stoplichten op de ring van Almelo, zorgen we voor een soepele doorstroming, minder uitstoot en tijdsbesparing. Voordat het stikstofbesluit, voordat daar sprake van was, was u al bezig met het installeren van die stoplichten? Ja, waren we dan mee bezig vanuit milieuoogpunt? Ja. Wie bekostigt al die stoplichten? Dat doen we niet zelf. Het gaat over een operatie van vele tonnen, uit mijn hoofd 700.000 euro. En die wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Rijk en de provincie. Hoe uniek zijn de stoplichten? Wij zijn de eerste gemeente die dit op deze schaal uitrolt. Daar hebben we ook het landelijke nieuws mee gehaald. Sweco, die dat voor ons uitrolt, die promoot daar ook mee. Zodat meerdere gemeenten die stap willen maken naar slimme stoplichten ook in Almelo kunnen zien hoe dat in de praktijk werkt.